De telescoop. De telescoop, ja. Nou, even een slokje water nemen. Ik pak ook even een pepermuntje. Jij vindt deze... Ik vind het onhandig dat het in mijn mond moet spuiten. Ja, je hebt een flesje met een draaidop erop en dan moet je op de fles drukken en dan spuit die water in je mond. Denk je niet dat je die hele dop eraf kunt draaien? Nee. Zou je dat voorbij willen proberen? Ja, dat wil ik wel doen, maar dan krijg je echt een grote opening, hè? Ja, dat ik vind ik niet erg. Dan ga ik voorzichtig mee om dan. Oké. Zo bedoel je, hè? Ja, dat dacht ik ook, ja. Misschien kan die hele boel eraf. Kijk eens. Oh, je zit dat dingetje wel. Dat is niet fijn. Nou, dat is niet erg. Als ik met mijn neus klem kom te zitten. Zo. Is dit beter? Ja, stukken beter. Stukken waar nou weer zo'n enorm ingewikkeld dingetje op zit. Waarschijnlijk is dat zo dat je er ook iets kunt drinken als je met 35 km per uur op de fiets zit of zo. Moeilijk, ja. De telescoop. Ja, hoe kwam ik zo op dat idee van die telescoop? Dat kwam natuurlijk in feite door die webtelescoop. Dat is niet het web waar we het altijd over hebben, maar dit is James Webb met dubbel B. Dat was ooit de directeur van de NASA. Ik geloof die telescoop die al heel wat decennia in de planning zat, die is naar die directeur genoemd. Daar hebben ze nu geloof ik nogal spijt van. Omdat die directeur bepaald niet erg politiek correct gedrag had vertoond in de loop der jaren. Maar dat doet er niet zoveel toe. Het ding heette James Webb telescoop. We hebben allemaal die plaatjes gezien. En het is een enorm apparaat in feite. En die spiegel die is 6,5 meter in doorsnee. Die bestaat overigens uit 18 elementen die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Die elementen zijn gemaakt van beryllium. Dat schijnt een stof te zijn die heel licht is, maar toch bestand ook eventueel tegen kleine meteorieteninslag. En die platen zijn bedekt met goud. En dat is eigenlijk omdat deze telescoop speciaal gebouwd is om in het infrarood actief te zijn. In de hoop dat we zo meer zullen opsteken over het begin van het universum, zeg, zo'n 200 miljoen jaar na de oerknal. Hè, wanneer alles nog in beweging is en voor het eerst ook het heelal licht geworden is, doorzichtig geworden is. Daarvoor is die speciaal gemaakt. En hoe de sterrenstelsels die er toen al waren, de eerste, hoe die zich verder ontwikkeld hebben en wat hun ontwikkelingsgeschiedenis is. Dat. Maar hij kan ook gewoon optische plaatjes maken. Weer zo'n man die veel te hard rijdt hier in de straat. Maar goed, hij kan ook gewoon een plaatje. We hebben een aantal van die foto's gezien die zeer indrukwekkend waren. Hè, van zo'n nevel. En bovendien een aantal foto's van Jupiter die ook enorm gedetailleerd waren. Verrassend gedetailleerd. Recent nog, hè? Volgens mij afgelopen week. Ja, nog, zeker. Daarom kwam ik op het idee om aandacht te besteden aan de James Webb telescoop. Een fantastische creatie. Het moet wel bijgezegd worden dat die eigenlijk oorspronkelijk bedoeld was, ik geloof voor 2005 of zo. Dus hij heeft wel enige vertraging opgelopen. Hij heeft zelfs een totaal herontworpen, onder andere in 2005. Dat was eigenlijk al in de late jaren 90 was het voornemen gekoesterd om dat ding te bouwen. En tenslotte, na eindeloos uitstel is die dan afgelopen december is die gelanceerd. En dat heeft in totaal zo'n 10 miljard gekost, het onderhoud. Het hele ding plus het onderhoud in de komende 10 jaar, dat gaat dan weer 10 miljard kosten. Dan zullen mensen zeggen, zonder van dat geld, 10 miljard, dat is eigenlijk fantastisch weinig voor wat dat ding kan. Naar mijn idee, het is een zegenrijke manier om geld te besteden. Bovendien is het een interessant samenwerkingsproject, want het is de NASA, maar het is ook die Europese Space Agency, die doet er ook aan mee. En de Canadian Space Agency doet er ook aan mee. Maar dit alles over de webtelescoop, dat kunnen mensen allemaal nog fijn in de krant lezen. Maar ik dacht, is het niet aardig om iets te zeggen over de geschiedenis van de telescoop? En omdat jij dacht dat een telescoop ook gebruikt kan worden om bacteriën te bestuderen. Ja, ik was even in de war. Ja, met de microscoop. In de war, oké. Is het wel nuttig om dat te doen? Want de telescoop is uiteindelijk uitgevonden in Nederland. En wel door een Duitser die naar Nederland was geëmigreerd. Waarschijnlijk omdat hij daar meer en beter geld kon verdienen. En die man die woonde in Middelburg. En die heette Hans Lieperhey. Misschien moet je zeggen Lieperhey, omdat hij in Nederland was gaan wonen. Maar ik neem aan, vanwege zijn Duitse origine, Lieperhey.
En in 1608 heeft hij de telescoop uitgevonden. Hoe kwam het nou dat iemand in Middelburg de telescoop uitvond? Dat had eigenlijk te maken met een ander probleem, namelijk wat was het beroep van die meneer, die paai? Dat was eigenlijk dat hij brillenglazen sleep. Hij was de slijper van brillenglazen. En feitelijk kun je zeggen, zonder brillenglazen geen telescoop. Als we niet de bril hadden uitgevonden op een goed moment, ook moeten we nog weer iets verder terug in de geschiedenis, want de bril heeft niet altijd bestaan, moet je je voorstellen. Dat mensen natuurlijk na hun 45ste, een enkeling heeft geluk na zijn 50ste, ja, dan wordt het lezen van klein drukwerk. Je kunt nog steeds naar Boer zoekt vrouw kijken, dat is wel een voordeel, daar kun je ook bij zien, kun je daar ook naar kijken. En alle denkbare opzichten valt er eigenlijk vrijwel altijd naar te kijken. Er moet wel heel veel mis zijn met je ogen, wil je niet naar Boer zoekt vrouw kunnen kijken. Maar goed, drukwerk. Gek genoeg is natuurlijk een bril pas interessant in een samenleving waar heel veel mensen kunnen lezen. Ja, want dan wordt het noodzakelijk na een bepaalde leeftijd om een bril te hebben. Wel nu, de bril is uitgevonden, maar we weten niet precies door wie. En zelfs niet precies waar, maar wel in Italië. Waarschijnlijk in de late 13e eeuw en in de vroege 14e eeuw. Hoe weten we dat? Er bestaat een plaatje, zelfs een muurschildering, als ik het wel heb, ja. Waarop een man staat die een bril op heeft. En die dateert van 1352. En als je nog veel beroemder is, een groot schilderij van Van Eyck, waar de kanunnik van der Palen een bril in zijn hand heeft. Dus de bril is, nou ja, dat is overigens van weer een eeuw later. Maar de bril is dus, in de 14e eeuw waren er brillen. Dan kun je nog, hadden de Romeinen niet een soort idee van, nee, die hadden eigenlijk geen idee van de optiek, hoe dat precies werkte. Maar die hadden wel een soort middel om kleinere dingetjes te lezen. Dat was eigenlijk een glazen bol met water erin. Die had wel een soort vergrotend effect. Maar op de bril zijn ze nooit gekomen. En de bril is later natuurlijk in Italië een enorme industrie geworden. Met name ook omdat, natuurlijk door de Venetiaanse glasindustrie, die wereldberoemd was, ook toen al wereldberoemd was in allerlei opzichten. Maar ook in Nederland had je, in de Republiek, had je dus veel brillenglazen slijpers. Denk aan Spinoza, wiens beroep was het slijpen van brillenglazen. Maar dus deze meneer Lippershey, die was op het idee gekomen om een telescoop te bouwen. Want een telescoop, en dat heette toen de tijd de Hollandse kijker, vandaar. De telescoop die bestaat uit een objectief, en dat is een bolle lens, en een oculair, dat is een holle lens. En daartussen zit een soort van buis natuurlijk, dat objectief zit aan de voorkant, en een oculair zit aan de achterkant. En als je door die buis kijkt, ik bedoel als je door het oculair kijkt, dan vergroot dat. De kwaliteit van die lenzen was in de tijd matig. Men beweert zelfs dat die telescoop überhaupt functioneerde. Dat had te maken, je moest het flink diafragmeren. Dus je moest eigenlijk maar een deel van de lens gebruiken, omdat vaak alleen het centrum van de lens ook adequaat geslepen kon worden. En die meneer Lippershey die wou patent hebben op zijn uitvinding. Want je begrijpt, die uitvinding was heel interessant, niet in eerste instantie om naar de sterren te kijken, of naar de planeten te kijken. In eerste instantie natuurlijk als militair instrument, want je kon door dat ding kijken, niet waar. Je ziet ook vaak allerlei militairen met zo'n telescoop. Je kon ze later ook uitschuiven en inschuiven. Tegenwoordig heb je verrekijkers, daar wordt eigenlijk de stralengang, die wordt een beetje omgedraaid en daar wordt een prisma opgezet en bovendien is het een binoculair, hè? Dus dat je kunt dat, het zijn twee dingen, dat dit de Hollandse kijker is, die zet je aan één oog. Hij wou er patent op hebben, wat in feite vrij begrijpelijk was. Dus daarvoor had hij een speciale brief geschreven, of althans de Staten van Zeeland hadden voor hem een brief geschreven aan de Staten van Holland, of hij dat ding kon demonstreren. En dat heeft hij ook gedaan in 1608, was Maurits ook bij. En daar leverde hij een wonderbare prestatie van. Vanuit Den Haag kon je
op de torenklok in Delft de tijd aflezen door middel van dit ding, de Hollandse Kijker. De vraag is natuurlijk nog, dat zijn allerlei geruchten dat zijn buurman in Middelburg dat die telescoop al eerder zou hebben uitgevonden. Er is een brillenslijper uit Alkmaar die enkele weken later ook een dergelijk patent heeft aangevraagd. Oh, ze hebben de Staten nooit een patent verleend. Ze hebben hem wel een opdracht gegeven die flink wat opleverde. Dus hij heeft er wel van geprofiteerd. Maar een patent is volgens mij, volgens de verhalen, niet verleend. Maar goed, nu was dus de telescoop was uitgevonden. En het wachten was eigenlijk op iemand die zou denken, verrek, zou je door dat ding niet alleen naar de vijandelijke troepen kunnen kijken of zoiets dergelijks, of bij je buurvrouw naar binnen, maar zou je ook niet in principe daarmee naar de sterren kunnen kijken. En het schijnt dat een Engelsman de allereerste waarnemer is geweest met de zogenaamde Hollandse Kijker, maar verreweg de allerberoemdste gebruiker van die Hollandse Kijker op korte termijn was Galilei. En het verhaal gaat dat hij zo'n kijker had gevonden op de markt. Dat hij natuurlijk, ja, Galilei was op dat moment eigenlijk Italië's beroemdste wiskundige, natuurkundige onderzoeker. Kunnen we Galilei een genie noemen? Dat kunnen we best doen. Hij begreep direct de mogelijkheden van die kijker. Hij heeft die kijker ook nog verbeterd, zodat de vergroting verbeterde en de lenzenkwaliteit van de lenzen beter werd. En vervolgens heeft hij dat ding op de hemelen gericht en daarmee in feite een blijvende revolutie veroorzaakt in onze denkbeelden over hoe de hemelen eigenlijk in elkaar staken. Want er was toen al een grote discussie over de vraag, staat de aarde in het centrum van het universum en draait de zon om de aarde heen? Of is het precies omgekeerd en draait de aarde eigenlijk om de zon? Want Copernicus had al gezegd, ja, dat idee natuurlijk dat de zon om de aarde draait, dat levert zulke wonderlijke conclusies op. En de waarnemingen die wijzen zozeer in de omgekeerde richting, namelijk dat de aarde om de zon draait. Maar ja, je begrijpt, er was natuurlijk een instelling die van mening was dat het algemeen bekend was en dat de heren dat ook zelf had geschreven en gezegd, dat de zon om de aarde draaide, en dat was natuurlijk de kerk. Dus Galilei heeft later ook allerlei glazen met de kerk gekregen. Want Galilei richtte zijn kijkertje op de hemelen. En wat zag hij? En dat sprak mij enorm aan, eerlijk gezegd, later pas. Want ik zag eigenlijk met mijn eigen kijkertje, wat ik toen op 14-jarige leeftijd had gekocht. Dat was eigenlijk nog een vrij kostbaar instrument. Ook een typische Hollandse kijker in de zin dat er een objectief was, namelijk een 9 centimeter objectief, 90 millimeter objectief. 3 oculaire zaten erbij, daar zat de mogelijkheid bij om naar de zon te kijken. Hè. Dus een verduisterd oculair, om het maar even zo te zeggen, zodat je ook de zonnevlekken kon zien. En eigenlijk zag ik door mijn kijkertje, overigens wist ik dat op dat moment niet, ik zag door mijn kijkertje precies dezelfde dingen die Galilei heeft gezien, alleen was Galilei de eerste, bijna de eerste die ze ooit gezien heeft. En wat zie je als je door een klein kijkertje met een heel beperkt oplossend vermogen naar de hemelen kijkt? Heel verrassende dingen. Ten eerste natuurlijk, als je naar onze maan kijkt, dan zie je wel dat er een soort vlekken op zitten. Dat zijn, laten we zeggen, dat is uitgevloeide lava van lang, lang miljarden jaren geleden. Maar wat je niet ziet zijn alle kraters en de gebergten. En als je zo'n betrekkelijk klein kijkertje, mensen kunnen dat dan met een verrekijker zetten, ding richting maan. En u ziet niet waar hoe de maan er in werkelijkheid uitziet. Met een hele reeks van inslagkraters, gebergten, riggels, van alles en nog wat. Dat was punt 1. Volgens de Bijbel waren de hemellichamen die waren perfect. En dit was al volledig in strijd met wat de kerk leerde. Hij richtte zijn kijkertje op de planeet Jupiter, ook op dit moment goed zichtbaar, de zuidelijke sterrenhemel, niet al te hoog. Je ziet het direct, het is een enorme, glanzende, schijnbare ster, maar het is een hele lichte ster, dus het is een van de planeten.
Dus je kunt nu ook kijken, met je kijkertje eventueel, als je dat hebt. En hij zag dat Jupiter 4 grote satellieten. Jupiter heeft enorme aantallen satellieten, maar hij heeft 4 grote satellieten. En hij zag ook dat hij duidelijk om Jupiter heen draaide, want die wisselde van plaats. Wat zag Galilei nog meer? De schijngestalte van Venus. Venus is een van de binnenplaneten natuurlijk. En daar zie je dat die net als de maan heeft, die kan de Venus een sikkeltje zijn en kan volledig verlicht zijn. Nou, kortom, waardoor ook de helderheid van Venus sterk kan variëren. Nou ja, dat was ook inderdaad het geval. Vanwege die schijngestalte. Al deze waarnemingen bij elkaar optellende, ook hij keek ook naar de zonnevlekken, daar was hij ook niet de eerste. Jezuïeten hadden al eerder naar die zonnevlekken gekeken. Ook heel leuk om te zien, de zonnevlekken, want dan zie je dus dat de zon draait, ronddraait in ieder geval. Ook dat kan ik iedereen van harte aanbevelen. Hij heeft ook naar Saturnus gekeken, daar hebben we het volgens mij even over gehad, naar aanleiding van Christiaan Huygens. Zijn kijkertje, door zijn primitieve kijkertje kon hij wel zien dat er twee bollen, witte bolletjes aan de linker en de rechterkant van Saturnus zaten, maar hij wist eigenlijk niet precies wat dat precies te betekenen had. Pas Christiaan Huygens heeft opgemerkt dat het waarschijnlijk ringen waren. Hij dacht van vast materiaal, dat blijkt niet zo te zijn, maar goed, zou ik helemaal niet kunnen, waarschijnlijk natuurkundig gezien. Maar goed, al deze simpele dingen kan iedereen door een primitief klein kijkertje zien. Ik denk zelfs door elke behoorlijke verrekijker. Al zul je vanzelf zien, als je zo vergrotend naar de hemel kijkt, is dat het heel lastig is om dat ding stil te houden. Een telescoop moet ook op een statief staan, vanzelfsprekend. Ja, dus nou ja, hij schrijft daar ook een boekje over. Een soort van sterrenbericht, zal ik maar zeggen. Waarin hij al die waarnemingen vermeldt en ook natuurlijk de conclusies eruit trekt. Zegt van ja, als je deze waarneming, als je dat allemaal bij elkaar optelt, is er maar één conclusie mogelijk. Namelijk het hele idee dat de zon om de aarde draait, dat is een misvatting. Er is zoiets als een zonnestelsel waarbij de zon in het midden staat en een planeten waarschijnlijk. Dat kon ook allerlei hele wonderlijke bewegingen van de planeten aan de hemel, die lastig te verklaren waren, volgens het andere model veel beter verklaren. Want dan wist je dus dat niet waar. Dan had je dus Mercurius, Venus en Aarde en Mars. Dat zijn de binnenplaneten. En dan krijg je dus die hele gordel van asteroïden en zo. En dan krijg je de gasplaneten naar de buitenkant. En dan krijg je tenslotte, Pluto, die tegenwoordig gedegradeerd is. Hij was vroeger ook een planeet, maar die is nu gedegradeerd tot ingevangen ijsbal. Ja, ik geloof dat er nog steeds discussie over is. Mensen vinden het een beetje jammer. Dat Pluto gecanceld is. Ja, ook Pluto is ook gecanceld. Ja. Hoewel de houdbaarheidstermijn nog niet verstreken is, is Pluto ook gecanceld. Ja, dus ja, in feite, Galilei veroorzaakt een revolutie, omdat hij onomstotelijk aantoont in feite dat het is niet zo dat de zon om de aarde draait, maar het is precies omgekeerd. Wij vormen niet het middelpunt. Je begrijpt dat voor de godsdienst, het idee dat de Heer Jezus ons is komen redden en dat eigenlijk iedereen en alles betreft, een enorm schokkende ontdekking is dat we niet in het middelpunt staan. Dat het heel anders in elkaar zit in feite. Dus ja, hij krijgt daar een strijd met de kerk. Gek genoeg is de paus op dat moment een goede vriend van hem. En die zegt ook van, ja, ik vind het allemaal heel interessant en je zult wel gelijk hebben, maar de kerk kan het nou niet gebruiken, die informatie. Dus we zullen niks doen als je je maar stilhoudt. Als je maar niet zegt wat je hè, want dat moet je niet doen. Ja, het bekende gerucht gaat dat Galilei toen heeft gezegd. En toch draait zij, hè, dat we zeggen, toch draait de aarde om de zon. Dat is ongetwijfeld een apocrief verhaal. Maar hij heeft tegen het eind van zijn leven al zijn waarnemingen en de conclusies die je daaruit kon trekken nog eens bij elkaar gezet in een boek. En dat heeft hij toen gepubliceerd, maar omdat hij toch vrij snel daarna dood ging. Hij was een hele oude man. Ik weet niet hoe oud Galilei is geworden, maar ergens in de 80 volgens mij. Ja, die lui werden oud. Leonardo is ook zo oud geworden. Hè? Net niet 80 geloof ik, maar toch ook wel oud. Ja, anders niet, maar eigenlijk 100 jaar eerder.
Dus hij heeft het wel eventjes stilgehouden. Nou, hij had huisarrest gekregen. Van de kerk? Ja, van de kerk. Ja, als één instelling zich in de loop van de wetenschappelijke revolutie onsterfelijk belachelijk heeft gemaakt, dan is het de kerk wel. Het gekke is dat de kerk ook onderdelen had, neem de jezuïeten, die best begrepen dat het zo in elkaar zat en niet anders. En je weet dat we tenslotte een paus hebben gekregen die natuurlijk aan al deze kletskoek een eind gemaakt heeft, namelijk onze Wojtyla, de Poolse paus. Die zei, joh, we kunnen dat heel simpel oplossen. Het is allemaal precies zo gegaan als de wetenschappers zeggen. Maar op een goed moment is de mens, Homo sapiens, die daar op die Oost-Afrikaanse savanne leefde, die is door de heren ingeseind. Wat Jomanda ook deed? Is dat inseinen of niet? Ja, hypnotiseren wil je dat? Nee. Nou ja, is er bewust geworden van. Is het lievelingswezen van de heren, weet ik, in zijn evenbeeld. Blijft ook gek, hè, dat de heren er waarschijnlijk uitziet. Ja, in zijn evenbeeld, toch? Ja, waar moet je dan aan denken? Is het al een hele oude man met een lange witte baard, maar ja. Als je in de kerk komt, zie je dat wel op de schilderijen staan. Ja, maar je denkt toch, zou het niet fijner zijn als hij eruit ziet zoals Clint Eastwood of zo? Ja. Noem eens iemand anders, een van een sportheld. En de kerk groeit wel nog steeds, hè? Niet in Europa, maar in Afrika. In Afrika groeit de Rooms-Katholieke kerk heel sterk, ja, dat is waar. Terwijl natuurlijk in Europa is het een ruïne, een wrak. En ja, ze hadden ook dit wel iets eerder erachter moeten kunnen komen. Maar ook zo'n paus, dus die kennis van Galilei, Urbanus de Zozus en zoveelste. Dat waarschijnlijk was ook iemand die wel begreep dat Galilei gelijk had, maar de kerk kon het niet zo goed gebruiken. Hè? Het is eigenlijk een beetje dat verhaal van Dostojevski in de gebroeders Karamazov. Dat daar zit een verhaal in het grotere verhaal en dat de Heer Jezus terugkomt op aarde. Nou, je begrijpt, dat loopt slecht af. Want hij begint te preken op straathoeken. Hij komt terug in het Spanje van de Inquisitie. En no time wordt hij opgepakt. En de grote inquisiteur die komt hem bezoeken in zijn cel. En die zegt dan tegen de Heer Jezus. Van ja, wij weten best wie jij bent. Hè? Daar gaat het niet om. Maar wij kunnen jou helemaal niet gebruiken op dit moment. Dat is zo. Ja, je mensen moeten het zelf lezen. Het is een schitterend verhaal. En ik denk dat het zo zou gaan. Ik bedoel nogmaals, dit is allemaal mijn suggestie. Maar het is een... Het is een knappe suggestie, ja. Ja, je moet er niet aan denken dat de Heer Jezus terugkeert in Nazareth. Zo. Allerlei wonderlijke dingen daarbinnen. Dit moet een signaal zijn. Wat is dat dan? Wat daar binnen valt? Ik zie het niet. Ja, ik weet niet. Een boodschap. Een wonderlijk voorwerp. Ik weet het niet. Van de Heer, denk ik. Zeg dat wel. Ja, dit begint echt beangstigend te worden. Het is niet iets wat gaat ontploffen binnen een paar maar seconden. Goed, ik ben weer afgedwaald. Dus ja, de kerk die erkende dat niet. En die zei, het is allemaal kletskoek. Het is precies zoals het in de Bijbel staat en anders niet. Maar dat was natuurlijk naarmate de tijd vorderde een volstrekt onhoudbaar standpunt. Zoveel was duidelijk. Nu moeten we het even hebben over het karakter van die kijker. Dit heet een En deze kijker heeft dus een objectief, een glazen objectief en een oculair. En dit type van kijker, refractor geheten in technische taal, had allerlei bezwaren. Met name door de matige kwaliteit van de lenzen. Niet waar trad zogenaamd een chromatische aberratie op. Dat wil zeggen, je hebt bij elk lichtend voorwerp heb je randjes licht die er eigenlijk niet bij horen. Hè? Die laten zien, die eigenlijk het spectrum laten zien. Gekleurde randjes, zal ik maar zeggen. Dus het was bovendien, als je de lens steeds groter maakte, werden die problemen ernstiger. Moest je bovendien, om het effectief te maken, de brandpuntsafstand vergroten. Wat ook allerlei praktische problemen met zich meebracht. Dus er moest iets anders worden gevonden. En wie heeft dat gevonden? Newton. Het grootste, ja, hoe zullen we dat nou eens even zeggen? Was dat het grootste genie van de 17e eeuw? Ja, dat denk ik. De 17e eeuw is
eigenlijk een uitzonderlijke eeuw. In de zin dat de wetenschap daar toch een enorme sprong vooruit maakt. Je kunt zeggen, het is voorbereid in de 16e eeuw. Daar zit wat in, maar de 17e eeuw is toch in allerlei opzichten een unieke eeuw als we kijken naar de vorderingen van de wetenschap. Sowieso het idee dat als je iets zegt, dat je dat moet kunnen bewijzen, dat je een soort experiment op moet hebben. Want dat is wat Galilei had gedaan, namelijk kijken naar de hemel. Ik meen ook dat Galilei was, die zei van ja, kun je nou wel zeggen dat een vacuüm niet kan bestaan, want dat had Aristoteles gezegd. Waarom onderzoeken we het niet? Verzinnen we niet een proefje waardoor je kunt aantonen of een vacuüm wel of niet kan bestaan? Ja, dat is een heel simpel proefje, gaan we nou niet uitleggen, maar goed. Het is een heel simpel proefje waarmee je aan kunt tonen dat een vacuüm best kan bestaan. Of die een hele nuttige en belangrijke ontdekking was op weg naar de stoommachine, maar ik moet niet afdwalen van. Wat was het idee van Newton? De spiegeltelescoop. Dus je hebt dus niet een objectief, dat heeft in feite twee kanten natuurlijk, die allebei in feite verstorend kunnen werken. Een spiegel weerspiegelt alleen. En je kunt je voorstellen dat als je een holle spiegel bouwt, dan kun je dat licht richten op een objectiefje wat je ergens anders bouwt. Meestal wordt dan in die stralenbaan van die spiegel, dat licht concentreert, wordt weer een kleiner spiegeltje gemaakt en met dat kleine spiegeltje, die stuurt het licht naar een objectief. En de werkelijkheid is dat die spiegeltelescopen, die refractor, dus die lenstelescopen, hadden ook wel bepaalde voordelen, maar de spiegeltelescoop had veel meer voordelen. Met name dat je ze veel groter kon maken. Want de grootste lenzentelescoop, dat is volgens mij, ik ben nou weer even de naam vergeten, maar die is ongeveer, die lens heeft een doorsnee van 1 meter. En veel meer bleek eigenlijk niet te kunnen, omdat die lens eigenlijk dan zo zwaar wordt, dat zijn eigen torsie, dat hij de boel gaat vertekenen. Ja, die staan vaak toch in van die huisjes? Die grotere huisjes? Ja, precies. Maar daar kun je elke telescoop in zetten in principe. Je hebt ook amateurs die een leuke schuur, dan moet je een dak wat je open kunt zetten en dan zet je je telescoop onder en zo. Ik ging met mijn telescoop in de Uiterwaarden staan bij Wageningen. Dan waren ze nog aarde donker. Dat moet ik nog even zeggen. Als Tessel nou 1 enorm groot voordeel heeft, is dat je dan 's nachts niet waar even je huisje uitloopt en dat je dan die fantastische sterrenhemel zie. De eerste, elke keer weer, ik heb het vaak genoeg gezien per slotverrekening, en dan kom je buiten en denk van, is het toch godsmogelijk dat we daarvan in die klote steden helemaal niets kunnen zien, maar dat je die hele melkweg kunt zien, al die fijne, heldere sterrenbeelden, dat je kunt proberen om het Andromeda-stelsel te vinden, maar het is niet altijd met het blote oog even helder zichtbaar. Ja. Het is overweldigend. Het is overweldigend mooi. Dat is het wonderlijke van de zaak. En dat kun je dus op de Waddeneilanden kun je dat prima zien. En vooral als je natuurlijk in noordwestelijke richting kijkt, dan ik heb niet eens de moeite genomen om naar een echt donker punt te rijden. Maar omdat ik ook gehandicapt was, maar het was zoals gewoonlijk. Je blijft eindeloos naar boven staan, totdat je dus een beetje problemen met je nek krijgt. Je moet wel een beetje weten wat zo'n beetje de grote sterrenbeelden zijn, zodat je je weg een beetje kunt vinden. Maar ik weet ze ook lang niet allemaal, hoor. Maar wel voldoende om mijn weg een beetje te vinden aan de hemelkoepel. Je hebt tegenwoordig ook telescopen, die hebben dus alle belangrijke objecten zitten erin verwerkt. Dan hoef je alleen maar de coördinaten op te geven, te zeggen waar je bent en dan stelt hij zichzelf in. Ik heb ook zo'n ding cadeau gekregen, maar ik moet hem nog gaan gebruiken. Dat bleek allemaal vrij ingewikkeld te zijn, moet ik zeggen. Dat is wel het voordeel van de Hollandse kijker. Dat, ja, je zet dat ding neer, je richt hem omhoog. Het is ook heel lastig om hem juist te richten, want je hebt er meestal een soort hulpkijkertje bij, zal ik maar zeggen. Waardoor je iets makkelijker de objecten kunt vinden. Ja, en dan. Eigenlijk is het heel beperkt wat je met zo'n Hollandse kijker kunt zien. Dat moet ik zeggen, maar tegelijkertijd is toch het zelf zien
van de maan en de ongelooflijke heldere scherpte van dat maanbeeld, dat is toch wel een dat moet iedereen toch een keer leren. Ja, je hebt vast wel een kennis met zo'n ding. Of je gaat, kijk er een keer door. Zorg dat je een keer zelf hebt gekeken. Maar nu gaan we dus weer terug naar de spiegeltelescoop. Dus door Newton bedacht en eigenlijk zijn vanaf het begin van de vorige eeuw zijn alle grotere telescopen zijn spiegeltelescopen.